Maker-movement, de laatste trend. Dat hebben we een beetje in de kleine zaal gezien. Daarover gaan we straks praten met Arjan van der Meij. Maar eerst natuurlijk nog even een filmpje. De laatste decennia heeft technologie een enorme opmars gemaakt in ons dagelijks leven. Overal zit elektronica in om dagelijks gebruiksvoorwerpen eenvoudiger en inzetbaar te maken. Onze afhankelijkheid van technologie groeit en zorgelijk genoeg groeit tegelijkertijd ook de afstand die we ervan nemen. Om de wereld om je heen te blijven begrijpen en te kunnen beïnvloeden, zou je eigenlijk moeten weten hoe deze technologie werkt. Daarnaast kost het moeite om voldoende goed opgeleide technische mensen te vinden om onze samenleving draaiende te houden. Het bedrijfsleven roept om meer beta-mensen en benadrukt de noodzaak de jeugd te interesseren voor het kiezen van technische opleidingen. Do-it-yourself technologie zoals 3D-printers, lasercutters, Arduino's en sensoren zouden hier een bijdrage aan kunnen leveren. Door zelf met deze technologie dingen te maken, leer je ze begrijpen. En aan de andere kant kunnen we het gebruiken om beta-vakken op een creatieve en meer toepasbare manier te onderwijzen. Zo, en tot zover het laatste filmpje. Nou, nu hebben we een natuurkundeleraar zoals we er allemaal eentje hadden willen hebben op de lagere school. Die maakt fantastische dingen, waar je hele leuke dingen mee kan doen. Hij is leraar natuurkunde en hij is ook lid van de beta-groep, doet fablabs en al dat soort leuke dingen. En hij heeft geloof ik ook nog wat spulletjes bij. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Arjan van der Meij. Ja, je hebt wat meegenomen. Zet hem maar even op tafel. Ik kom met zo'n boodschappentas, net alsof hij net boodschappen heeft gedaan. Wat is dit? Misschien kan de camera er even bij. Is wel leuk, dan kunt u het ook even goed zien. Een geheimzinnig doosje met een knop. Most useless machine heet het. Most useless machine. Ga gaan. Oh, oké, okay, maar gewoon aanzetten. Zet hem aan. Oké. Okay. Gebeurt niks. Nog een keer. Hij zet hem weer uit. Nou, dat is het dan. Dat is het. De most useless machine. Nou, applaus voor de most useless machine. Nou ja, goed. Je hebt natuurlijk in de kleine zaal ook de mensen van de Maker Movement bekeken. Ja. Wat vond je ervan? Ja, ik vind Maker Movement te gek. Dat is echt waar ik momenteel het meest enthousiast over ben. Je ziet mensen dingen maken, zijn er enthousiast over, zitten er echt in. Willen er graag over praten. Je komt er niet weg als je daar eenmaal even geweest bent. Ik vind het prachtig. Ja, want ze hebben 3D-printing en ze hebben sensoren in een vlieger, dan kun je kijken. En kleine robotjes die een beetje lopen. Ja, het is allemaal fantastisch. Ja. Je maakt zelf ook een aantal dingen. Het is misschien wel leuk om even het een en ander te laten zien. Even voorbij te laten komen, meer dan de motorische. Wat hebben we hier, een soort achtbaan? Heb ik niet gemaakt, hè? Dat hebben leerlingen van ons gemaakt. Okay. Ja, dit is een LED-kunstwerk, maakt ze in de derde. Het is wel grappig, het is de rails, hè? Het is een soort achtbaan, ik weet niet of je dat ziet. Een soort achtbaan met ledjes ertussen. Dus de ene kant is de plus en de andere kant is de min. Ik weet niet of je een beetje natuurkundig aangelegd bent. Dat maken leerlingen bij ons. Oh, nog eentje. Even zien. Hier hebben we wat draden, ja, dat is een spijkerschietmachine. Een beetje een gevaarlijk ding. Met behulp van een binnenkant van een flitser van een weggooifototoestel. Mm-hmm. Kun je een flinke stroom maken en dan schiet er een spijkertje weg. Lily heeft dat gemaakt. Oké. Ja. Nog eentje. Nou, misschien mag nog heel. Ja, precies. Het is heel goed dat je deze even laat zien. Ja. Ze heeft namelijk. Dat is hetzelfde ding. Die heeft ze gemaakt en die heeft ze op instructables.com gezet. Instructables.com is een gekke website. Waarin je allerlei dingen kunt vinden om te maken. En zij heeft dit erop gezet. Helemaal hoe je dat moet doen. Ook met een waarschuwing van. Kijk uit, ik ben niet verantwoordelijk voor als je jezelf elektrocuteert. 15.641 keer bekeken. Zie je dat staan? Zo. 600. Dat is meer dan 33 keer gefavoriteerd. En meer mensen denken dan naar de livestream om dit te kijken. Ongelooflijk. En en ze zit nog steeds bij ons op school. Maakt nog steeds leuke dingen. Okay. Nou, nog eentje dan. Wat hebben we hier? Ja, Rolf is hier ook in de zaal gemaakt. Een van mijn collega's. Ik heb niet zoveel verstand van biologie, maar dat is DNA. En het past precies in elkaar als het dan ook weer klopt. Ik zeg het helemaal verkeerd. Maar hij kan dat misschien straks beter zelf uitleggen. Met onze lasercutter gemaakt om de biologielessen wat beter te maken. Oké. Okay. Kijk, nou zou je kunnen zeggen van, dit is knutselen. Ja. En dit is leuk. Maar wat zegt dit nou over technologische ontwikkeling in het onderwijs? Nou ja, kijk, als je we hebben het net over iPads gehad en ik heb ook een iPhone. En die dingen zitten en zijn helemaal dicht. Daar kan je niks mee. Er zit een bovenkant een gaatje waar je koptelefoon in kunt stoppen. En de onderkant zit een gaatje om je op te laden. En meer is het niet. Nee.
En dit is precies andersom, precies het andere. Eigenlijk al het andere wat we vanavond hebben gehad, effect met die apparaten. Dit is de boel weer openmaken. Zorgen dat je weet wat daar precies gebeurt. En dan, ja, dan hoop je dat er geleerd wordt. En ik denk ook dat er veel geleerd wordt op het moment dat je dat dan gaat doen. Je wil weten hoe dat in elkaar zit. Je wilt zelf kunnen maken. Je wilt creatief zijn. En dat is dus, ja, dat is dus een beetje, je zou kunnen zeggen dat zo'n iPhone of een iPad een beetje het einde is van een bepaalde ontwikkeling. En dat dit weer een nieuwe beweging is. Het openbreekt heel veel technologie. Ja. Maakt het ons zo gemakkelijk dat het eigenlijk alles overneemt. En het is een gesloten doos. Ja. Je moet het openmaken, zelf verbouwen. En nog beter is gewoon niet openmaken, zelf maken. Ja. Ja. Oké, zelf opnieuw bouwen. Ja. En daar helpt internet dan weer, omdat er zoveel instructies staan. Nou ja, kijk, wat je net zag, 16.000 mensen die naar gekeken hebben, dat zijn allemaal, die reageren er ook op en die gaan het zelf ook maken. En die gaan dan weer zeggen van, zou het niet beter zo kunnen? Dus je krijgt een soort hackers, tweakers-achtige situatie waar het echt elke keer weer beter wordt. Oké. Okay. Zou je kunnen zeggen van Maker Movement democratiseert het productieproces? Om het maar even zo duur te zeggen. Een ingewikkelde vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Het is in ieder geval zo dat je, wat je ziet bij Maker Faire, ik was in Maker Faire in Newcastle. En iedereen die daar iets gemaakt heeft, en je komt daar en je hebt belangstelling, gaat meteen met je praten. En wil met je uitwisselen en je hebt later nog contact via internet. Het is heel dichtbij. Dus als dat democratisering is, dan democratiseert het. Ja. Nou, dat is meer breder maatschappelijk, maar specifiek voor het onderwijs. Dingen maken kan leerzaam zijn natuurlijk. Ja, dat is waar of we nu is mee... Of is het wel leuk? Nou, dat is wel het punt waar we nu zitten. Ik denk dat het heel leerzaam kan zijn, want op het moment dat je echt iets wil, Dan wil je ook wel leren om daar te komen. Ja. Maar het moeilijke is wel, daar worstelen we mee hoor, hoe ga je dat dan precies in het onderwijs brengen? Want het is natuurlijk nooit curriculum. Het kan niet. Hè? Want je kan zeggen, ik wil ze wat leren over elektriciteit, maar dan geven ze een Arduino, waar we het net over hadden. Die zit in een ander apparaat. Maar dan leren ze net precies niet wat je wil dat ze moeten leren voor je examen. Dus dat is worstelen. Dat is nieuw. Maar je hebt nu bijvoorbeeld ook Technasium. Hè? Kijk, ik heb vroeger de LTS gedaan, dat het de enige plek was waar je kon knutselen. Ik vond het gewoon leuk om te knutselen. Maar nu kun je ook op VWO-niveau dus echt moeilijke boeken lezen en moeilijke dingen in elkaar knutselen. Ja. Wat vind je daarvan, Technasium? Ja, ik heb daar een mening over. Technasium is niet hoe ik denk dat het zou moeten. Ik hou van knutselen, ik hou van klein, ik hou van zelf of met z'n tweeën. Technasium is vaak een grote groep met een opdracht uit het bedrijfsleven. En dan moet je iets gaan maken voor iemand en dat blijft dan toch een beetje vaak op prototype niveau. Maar als je echt succes wil hebben met maken, als je echt wil meemaken wat ik meegemaakt heb toen ik dit ding gemaakt heb, is een eenvoudig ding hè. Het is echt niet moeilijk, kan iedereen. Maar toen die af was, nou, er zijn collega's van mij in de zaal, die kunnen dat beamen, dat is echt een fantastisch moment. Heb ik zelf iets gemaakt. Dus dat proberen wij in ons onderwijs, wat we een jaar of 12 misschien al proberen we in ons onderwijs echt te brengen, dat je ook echt alleen zelf een succes kan hebben om te maken en minder het bedrijfsleven erbij. Want maar goed, dan ga je toch uit van de uitvinder als de creatieve individu. Maar als je iets in opdracht doet, vereist het ook heel veel creativiteit. Zeker, nee, omdat je niet meer randvoorwaarden hebt en binnen bepaalde beperkingen juist iets nieuws moet doen. Je vraagt mijn mening, maar ik dat is wat wikker in staan. Maar ik ben er helemaal niet tegen. Nee. Het past niet bij mij, het past niet bij mijn school. Wij zijn nog meer op de creatieve kant, op de direct creatieve kant. Dus meer vanuit jezelf. Ja, oké. Okay. Ja. Maar Maker Movement is wel een blijvertje wat jou betreft. Nou ja, we zijn afgelopen vrijdag begonnen met een vrijwillige, vrijwillige club eigenlijk. 16 leerlingen hebben zich daarvoor opgegeven. Er is hier een in de zaal. Hebben zich opgegeven om op vrijdagmiddag van 4 tot 7 aan het eind van een drukke week gewoon te komen. En dan mogen ze dingen gaan maken. Oké. Okay. En dat was een fantastische ervaring afgelopen vrijdag. Ze zijn echt bezig, ze zijn er ingedoken. Jonne, die er dus is, die wil een opvouwbaar drumstel maken, is daar aan het prototypen voor. Ja. Dat is handig. Ja, te gek. En die is daar dan prototypen geweest. Er is iemand die heeft een beeldbuis uit elkaar gesloopt om daar wat mee te doen. Er zijn mensen die gaan een schaakbord bouwen die automatisch kan, zodat iemand in Amerika tegen iemand in Rusland kan schaken op het populier, op mijn school. Ja. Dat is te gek. Geweldig. En ze komen er en ze vrijwillig, hè? Dus sterker nog, ze moesten ervoor betalen. Ja, oké. Okay. Dus het is wel succes wat dat betreft. Ik denk het wel. Ja. Je had nog iets anders leuks meegenomen. Ik weet niet hoe bij je hebt. De bananenpiano. Ja, de bananenpiano. Ja, die wil ik zo voor je klaarzetten. Ga je hem zo even aan? Ja, dan ga jij. De bananenpiano halen. Ja, dat is echt zo. Dan gaan wij ondertussen even kijken wat er op Twitter gebeurt. En dan wil ik even mijn tweetassistenten erbij hebben. Even een tuintje voor onze Nancy Vermeer. Kom er even bij.
Oh, daar ben je. Ja, kom er maar even bij staan. Hi. Ja, goed. Dit is dus TikTok NL. Dat zie je wel zo'n logootje voorbij komen. Wie zit er dan achter? Want die kerel die staat hier. Normaal zit ik te twitteren op TikTok NL. Maar vandaag heb jij het even gedaan en vooral even gevolgd. Maar wat zijn de sentimenten vandaag? Mensen zijn enthousiast. Mensen vinden het interessant. Mensen hebben ook een mening. Ja, dus, daar is Twitter voor. En die twitteren ze dus ook. Dus dat is hartstikke goed om te zien. Even kijken wat opvallend was. Onder andere, aan het begin van het programma hadden we het over Scratch. Dat het een gratis programmeertaal was voor jongeren of voor kinderen. En toen tweette iemand uit de zaal dat ze er zelf ook nog wel wat van kon leren. Dus dat gaat dus over generaties heen, zeg maar. Dat is ook leuk voor volwassenen. Ja, inderdaad. Verder verbazing over het feit dat 10% van de kinderen maar liefst 2 jaar voorloopt op het niveau dat volgens leermethoden worden aangeboden. Dus dat, goed dat dat dus nu ook door onderzoek aangetoond wordt. Die capaciteit lopen zo enorm uiteen en ICT kan een oplossing voor zijn, maar het maakt het ook zo zichtbaar, hè, die individuele verschillen. Dus dat is goed dat daarop ingespeeld kan worden. Aan de andere kant vroeg diezelfde persoon zich ook af van als je nou elke dag gaat meten, dan vervalt de behoefte om te toetsen. En ik kan me voorstellen dat de kinderen daar misschien zelfs wel blij mee zijn dat ze dus geen CITO-toetsen of zo meer hebben. Niet die toetsstress. Ja. Okay. Inderdaad. Dan de social obesitas. Mm-hmm. Daar herkenden mensen zich ook wel in. Een zekere drummer van de band hier, die bekende dat hij soms ook wel eens tegen de drang vocht om zijn tweets te gaan checken onder optredens. Ja. Oh, dat is virtual. Ja, inderdaad. Echt zo'n social based is dat. Dus, dat hoeveel Facebook vrienden had je ook alweer? Nee, heel veel, dat weet ik toevallig. Ja. Dan nog een puntje over pesten, dat het zich dus verplaatst naar digitaal. Ja. Maar het ging gelijk op, hè? Dat is ook in onderzoek bewezen. Cindy Sumter, die was hier een tijdje geleden, die vertelde inderdaad van pesten online en pesten in het echt, dat zijn vaak dezelfde kinderen ook in dezelfde hoeveelheden. Ja, daar kun je zorgen over maken of zeggen van ja, wat is nieuw, maar goed. Ja, en die persoon vroeg zich dus af van, als het dan digitaal gebeurt, wordt het dan niet veel zichtbaarder, dus kun je er dan niet beter iets tegen doen. Terugpesten. Dus dan kan natuurlijk. Het eigenlijk ook weer gewoon helpen, zeg maar, dat het digitaal is. De leerlingen die net op het podium stonden, die hebben ook wat bewondering gekregen. Dus goed dat ze er stonden. Zo. Your moment of fame. Ja. Hey. Dus goed gedaan. En iemand vroeg zich wel af, na zo'n sensor de hele dag op je bovenbeen, is dat wel, vinden ze dat zelf eigenlijk wel leuk? Maar daar gaven ze eigenlijk op het podium wel antwoord op al. Ja. Dus, die hadden we om hun arm, hè? Kijk, met zo'n blok aan je been, letterlijk. Ja. Juist als je veel beweegt, lijkt me dat best wel. Ik zal hem zo niet proberen. En dan even kijken hoor. In de kleine zaal natuurlijk, daar gebeurde ook het een en ander. Het is allemaal techniek en toch wel goed om te zien dat ook gewoon nog mensenwerk blijft. Want zelfs met alle leuke technische installaties moet je soms gewoon ook letterlijk op je knieën om zo'n bananenpiano bijvoorbeeld in te stellen. Ja, dat zien we hier. Dus, dat is mijn werk. Dat was een tweet van Arjan. Ja. Dus, toch even kijken om te laten zien dat we geen censuur plegen. Wat de laatste is die binnenkwam. Dat is zo van de hashtag TT7. Dat vind ik heel grappig aan Twitter, weet je. Ik krijg ook hele rare reacties af en toe. Bring out the bananen. Oké. Bring out the bananenpiano. Duurt te lang. De installatie die is trouwens ook best vaak geretweet. Dat vonden mensen toch wel interessant om te zien. De wat? De installatie met de dansers. Ook dat? Ja, dat wel kicken dus natuurlijk. En nogmaals, we kunnen hem straks aan het einde ook naar beneden even proberen. Je bent inmiddels. Ik wil nog even de zaal in, maar was dat het? Ja, dat waren de highlights. Oké, weer positief. Kritisch mag ook, dus ik zou zeggen, dit is uw kans. Maar eerst even applaus voor Nancy. Dankjewel. Had er nog iemand het een of het ander, of wilt u gewoon naar de bananenpiano? Dat kan ook. Nee? Oké. Okay. Ja, toch. Doen we er nog eentje. Hallo. Hallo. Ik had hem ook al getweet, maar ik heb hem natuurlijk net niet gehoord. Ik vroeg me af of die sensoren ook in staat zijn om kindermishandeling te herkennen.
En wat doe je in zo'n geval? Nou ja, inderdaad, want je hebt een bepaalde heftige beweging. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat met wat data-analyse er wel uithaalt. Ja. En het is natuurlijk nu een van de speerpunten in de maatschappij. We vragen daar heel veel aandacht voor. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet herkent als je er een beetje op gefocust bent op je, ja. in je software. Ja, je zou bijvoorbeeld een combinatie van heftige beweging met verhoogde hartslag, die heel onregelmatig is. Ja, hoe je het herkent, zo even om het even, maar goed. Ja. Je hebt die technologie, je geeft een kind een sensor mee in zijn meest intieme omgeving, namelijk het gezin. En wat doe je als je het herkent? Ja, oké, dus een kind wordt gemapt en zegt, pa, got you, weet je wel. Ja, hey, dat is een goede suggestie. Ja, dat is wel een mooie. Nou, nog één iemand, anders gaan we naar de muziek toe. Ja, ook hier nog eentje. Ja, komt hem even erbij. Hallo. Hey. Ja, ook over die sensoren. Ik vroeg me namelijk af of die blokken die op het bovenbeen zitten. En dan was er de vraag of er over 5 jaar of elke leerling met van die sensoren rond gaat lopen. Mm. Is dat niet al het geval? Want meer dan de helft van de leerlingen heeft zo'n smartphone. Ja. Er zit ook zo'n gyroscoop in. Er zit ook er zitten heel veel sensoren in. Dus misschien kunnen die nu al gebruikt worden. En dan hoef je helemaal niet 5 jaar te wachten. Ja, je hebt vaak de hele tijd bij je. Ja. En je hebt geloof ik ook een slaap-app dat je hem op je matras legt. Dat hij dan de beweging van je bed meet en dan kan zien hoe je slaapt en zo. Hè? Dus eigenlijk hebben we het al. De toekomst is hier. Nou, dankjewel. Ja, want dat is een beetje wat we vandaag geprobeerd hebben te doen. 4 thema's. Technologische ontwikkelingen. Hoe het de komende 5 jaar echt gaat worden, dat moeten we nog maar zien. We krijgen eerst natuurlijk nog het rapport waar u allemaal op kunt reageren. Hij is klaar. Hij is klaar. Oh, een van de muzikanten anders. Kan je even... Ja, Michiel, kom er even bij. Hey, dat is onze nieuwe saxofonist. Ik moet even dit om je pols doen. Ja. Is het aardig? Links, rechts. Maakt niks uit. Doe me iets jazzy, geen trash metal of zo. Want dan gaan die bananen kapot. Gewoon C, D, E, et cetera. Okay. Dit zijn de zwarte toetsen. De appels zijn de zwarte toetsen. De bananen zijn de witte toetsen. Ik weet het niet, hij moet goed tegen je aan zitten, dat is een beetje het probleem. Zo, anders hou ik hem wel even vast, even kijken. Je hebt een dunne polsen, man. Ja, ik kom door het saxofoon spelen. Ah, weet je wat ik doe? Doe hem eens te hoger. Je moet goed contact maken. Probeer eens even. Maak je contact. Stop. Klein ogenblikje. Even resetten. Ja, nee. Daar komt ie. Een stukje mee, jongens. Nou, dit wordt de nieuwe TikTok eindtune van nu af aan. Iets minder schetterend dan de opkomst, maar het is wel gaaf. In het voorjaar zijn we er weer. Het is altijd wel even spannend of het ons lukt om nieuwe partners te vinden om dit allemaal te financieren en te organiseren voor jullie. Maar ik weet zeker dat we er weer zijn. We gaan weer kijken naar gezondheidszorg. We gaan iets met apps doen. We willen meer vrouwen in de IT. Al die maatschappelijke onderwerpen in de informatiesamenleving willen wij hier brengen voor u. Zware kennis met de nodige dosis rock'n'roll. Ik hoop jullie in het voorjaar weer te zien. En ik ben natuurlijk hartelijk dankbaar voor Kennisnet dat zij vanavond onze partner wilden zijn. Dus nog even een hartelijk applaus voor de mensen van Kennisnet. Dank jullie wel. Mijn naam is Chris van het Hof en ik lijk jullie nog even alleen met Power to the People. Tot straks.